Ja, wat gaan we doen? Ja, lamsvlees op de barbecue, heerlijk. We geven een beetje een Oosterse stink eraan, dus we gaan ze grillen met een harissa yoghurt erbij. Ik ben heel benieuwd. Precies, gaat goed komen. Ik laat jullie zien hoe het moet. Pas aan, mes voor de groente heb je in de hand, dus je gaat met de groente beginnen. Ja, precies. Heb jij heel goed gezien. Goed, heb ik gezien, hè? Hoe herken je het, hè? Ja, ik zag het meteen al. Jongen, wat een briljant. Maar goed, na al die jaren, Matthijs. Na al die jaren weet ik precies wat jouw favoriete messen zijn. Precies. Wat is mijn groentemes en wat is mijn vleesmes? Nou, kijk eens aan. Over groente gesproken, we hebben hier snackpaprikaatjes, mini-paprikaatjes. Zie je dat? Mini. Ja, heel klein. Ja, hè? Dat is voor jou straks. Ja, die ga ik straks lekker opeten. Ja. Maar die gaan we eerst even grillen. Oh, dus we gaan naar de barbecue. Ja, we gaan even naar de barbecue. Daar staat hij weer, onze mooie barbecue. Ja, de barbecue met een attitude, zo gezegd. Ja, heeft hij een attitude? Ja, ja, men zegt het wel, hè. Het is de attitude van Camping Kaas. Maar ik vind het wel, weet je, zo'n klein barbecue'tje, het is wel een krachtpatsie, het heeft een mooi geel op het vak. Dus ja, ik vind het wel een goede naam ervoor. Nou, deze grillen we even. We zijn weer terug bij het vlees. Ja. Wat gaan we nu mee beginnen? We gaan eerst even ons eigen rub maken en dat bestaat uit komijn, koriander, karwijzaad, knoflook, paprika, een beetje zout. Ja. Dat mixen we en als je wil weten hoeveel, hè, theelepeltjes. En soms kun je prima natuurlijk een rub kopen en soms zelf maken. Jawel, precies. Ja, ja, een gezonde combi, maar ik vind het altijd leuk om wat mee te experimenteren. Ja. Dus vandaag experimenteren we. En dat gaat op het vlees. En dat is het mooie van buiten koken, het verspreidt zich automatisch. Ja, precies. Zo, nou, ik kan even zo dippen. Nou, gerupt. Gerupt eraan. Dan gaan we ze even snijden. En allemaal stukjes? Allemaal stukjes. Harissa yoghurt voor de bijtensfeer. Lekker vis, maar zeer smaakvol. Even kijken. Dus je hebt yoghurt? Ja, yoghurt inderdaad. Harissa erbij. En dat is echt lekker. Ook gewoon als je gegrild vlees hebt, een beetje harissa erop. Echt super lekker. Doet het goed. En wat is dat? Dit is gerookte paprikapoeder. Die erbij. En dan is het mixen. Nou, Bastiaan, wat is nu de volgende stap? Ja, ze gaan erop, hè. Dus, we gaan nu lekker grillen. Ja, dus ze kunnen erop. Bastiaan. Ja, hier. Open oh, er maar. Als je het ruikt, het is geweldig. Maar ze moeten er wel af. Dan weet ik natuurlijk wel dat moet. Ja, want hoe moet je dat eten? Hoe moet je dat eten? Kijk, nou ja, deze veer erbij. Lekker op je bord. Die. Nou, de rest pakken we zo'n theelepel. En dan, laat maar raden, aan het bordje. Aan het bordje natuurlijk. Maar, doe ik even een beetje munt. Zo. Die erop. Beetje. Van die harissa, yoghurt erop en dan... Is het goed? Nou, waanzinnig. Ja? Hier. Ja, lam, het is toch lekker. Dat muntje erbij met de yoghurt en dan kan je ook zo'n stukje van die paprika afbijten erbij. Ja. Jij wordt hier gelukkig van. Ik word hier heel blij van. Dus ik sluit de scène af. Gewoon even doen, hè. Zoals we vaak zeggen, het is echt wederom erg lekker met die kruiden die we gemaakt hebben. Die rub erop, die is goed. Met de munt, met de yoghurt, paprikaatje erbij. Gewoon een super dishje. Wil je weten wat we volgende week gaan doen, moet je even abonneren. Op je belletje drukken krijg je ook een signaaltje. Wil je weten waar je meer informatie kan vinden over de Camping Guards attitude, dan ga even naar campingguards.com. Daar laat je alles weten wat hij kan en wat de mogelijkheden zijn. Ik ga stoppen nu en lekker eten. Ja, wij gaan lekker eten. Ga je mee? Ja, ik ga ook eten. Ja, dankjewel.